Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 3 augustus. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb de boel uiteraard lekker dicht zitten, want het is nu 29 graden en dat loopt nog verder op. Dus de boel blijft lekker dicht. Ik heb daarom ook even mijn sportroutine voor jullie gefilmd, zodat jullie daar zo meteen naar kunnen gaan kijken als ik aan het schoonmaken ga. Ik heb gisteravond heerlijk genoten van de cappuccino. Was weer echt super lekker. Ik heb gekeken naar Ik weet er alles van en de BNB Vol Liefde. Ik ga de BNB Vol Liefde zeker uitkijken, maar ik merk wel uit mezelf dat ik wat meer irritatie voel. En dat is vooral het feit dat ik bij sommigen denk, je bent eigenlijk nog helemaal niet klaar voor de liefde en dat is niet erg, alleen dan denk ik niet dat dit programma het juiste voor je is. Ik merk dat ze nog heel erg bezig zijn met het uiterlijk en dan denk ik, ja, uiterlijk is leuk, maar het innerlijke is natuurlijk veel belangrijker. Ja, je hebt het warm, hè? Ja, weet het. Of ik merk gewoon dat ze nog heel erg aan de familie hangen, omdat ze bijvoorbeeld met familie wonen. Ja, en als jij natuurlijk gewoon woont, zo'n familiebedrijf runt, is dat prima, maar dan zijn de ouders bijvoorbeeld heel erg aanwezig. Ja, dat irriteert me soms. En het is niet alleen de kandidaten, het zijn ook de mensen die zich opgeven, dat ik bij sommigen denk van doe even normaal. Ja, dat vind ik jammer. Het trok me vorig jaar wel meer. Ondanks dat je nu de kandidaten wel wat beter gaat leren kennen, zie ik steeds meer dingen waarvan ik denk van doe eens normaal. Maar oké. Okay. Ik heb daarna Fortnite gespeeld met Nathalie en Frank. Ik vroeg of ik een potje mee zou doen. Dus we hebben nog even lekker zitten spelen. Het ging op zich wel lekker, maar het was vooral te wijten aan Frank en Nathalie. Want zoals ik zei, ik doe meestal een beetje gesprek en mode mee, maar het gaat om de gezelligheid. Ik heb mijn vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet er nog even eentje opnieuw doen. Die moet ik eventjes maken, want die vond ik niet mooi genoeg. Toen ben ik de allerlaatste aflevering van mijn serie gaan kijken. Ik was confused. Het werd met de ene laatste aflevering al een beetje duidelijk en nu was echt de ontknoping en ik had dit niet verwacht. Dus het was super, super spannend gewoon. Ik heb flikker gekeken, dus dat was het ook. Ik ga nu even aan de poets. Het is natuurlijk heel warm, dus de boel blijft ook lekker dicht en daarna ga ik nog even bullet journalen. Maar jullie gaan dus eventjes kijken naar mijn sportroutine. Dus ja, ik ga nu eventjes wat doen. Zo, ik ben klaar. Het was best wel pittig hoor met de warmte, maar dat wist ik natuurlijk al. Dat wist ik al vorige week, of twee weken terug met 37 graden, heb ik ook staan schoonmaken. Het was wel even warm, maar op zich, ik heb het nu weer klaar. Het was wel lekker, alles is weer goed gedaan. Ik had het lekker eventjes een doekje over het apparaat, de telefoon en
Tablet vind ik altijd wel lekker. Want er zit toch altijd vingerafdrukken op. Katjes hebben net lekker een eten op. Ik heb nog wel even wat gebullet journaled. Maar het komt momenteel met mijn mus niet zo uit mijn vingers, merk ik. Dus ik hoop wel dat ik die vibe een beetje terugvind. Maar ik ben blij dat alles in ieder geval weer klaar is. Inmiddels is het nu 30 graden buiten. Binnen is het. Kijken. 26. Ja. Weet je, als hij vanavond iets gaat zakken, dan kan de boel in ieder geval open. Want het voelt altijd een beetje opgesloten. Maar voor nu is het prima. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond eigenlijk het standaard ritueeltje. Beter alles van B&B voor liefde. Misschien een tropenjaren. Het ligt eraan of dat er nog, of dat ik nog meegevraagd word voor het gamen. Maar dat moet ik even zien. Ik las wel straks een melding dat het watertekort is. Dat er nu een noodverordening is ingesteld. Omdat het natuurlijk zo droog is buiten. Want ja, de regen die valt, die is gewoon niet heel veel. Dat is natuurlijk wel een beetje heftig. Ik denk dat ik daar vanavond meer over zal horen bij het nieuws. Ik zou even kunnen kijken hoor, wat die melding precies inhield. Maar ik vond hem wel een beetje heftig. Officieel watertekort vanwege droogte. Door de aanhoudende droogte heeft Nederland nu officieel een watertekort. Dat is dus aangekondigd door het kabinet. Het water zal nu verdeeld worden volgens wettelijke afspraken. Daarbij moeten dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk voorzien worden van water. Oh, het gaat echt om buiten. Oké. Nou ja, we gaan het wel zien. Het is natuurlijk wel heftig. Nou ja, ik moet vanavond sowieso mijn vlog uploaden. Ik moet nog even een thumbnail maken. Ik moet nog even één foto maken. Maar ik wacht even tot de boel open kan. Het is nu zo donker. Dus dan wordt het ook niet echt mooi. Maar het is natuurlijk best wel lang licht. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan kan ik mijn blogpost schrijven. Vanavond ga ik beginnen weer aan Virgin River, het nieuwe seizoen. Want die staat er al weer even op. En ik had al gezegd, als deze serie is afgelopen, ga ik eerst verder met Virgin River. Heb ik ook wel zin in. En verder gewoon flikken. Dus dat is het ook wel. Ik ga Lil ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 4 augustus. Ik ben klaargemaakt. Het is gelukkig wat afgekoeld. Ik zal eens eventjes kijken. Het is nu 24 graden buiten, dus dat is wel heel fijn. Vanaf die 30 van gisteren is dat wel heel lekker. Dus ik heb de boel ook al lekker openstaan. De warmte is nog niet helemaal weg buiten. Maar je merkt wel dat het een stuk meer afgekoeld is. Dus dat is fijn. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen, video opnemen. De stokjes moeten eventjes in het water voor de satéetjes. Die moet ik even wellen. En ik moet even alvast gaatjes boren. Dan kan ik daarna nog even, hopelijk nog eventjes diamond painten. Dus dat is eigenlijk de planning. Gisteravond was het gewoon weer de standaard afleveringen. Ik heb gekeken naar Ik weet er alles van, B&B voor liefde. Het gaat vanavond wel spannend verder, want er heeft iemand wat gezegd dat volgens mij niet waar is. En volgens mij viel het niet in goede aarde, dus ik ben heel benieuwd. Ja, en verder eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Ik heb nog een afleveringetje van Tropenjaren gekeken. Toen ben ik mijn thumbnail gemaakt voor de vlog en heb ik mijn blogpost geschreven. Ik heb al heel veel foto's bewerkt voor het artikel voor morgen. Dan kan ik vanavond de laatste deeltjes even afmaken. Ik moet nog even een paar nieuwe foto's maken. Toen ben ik begonnen met Virgin River. En dat was wel fijn, want ze hadden eventjes een terugblik, dus ik moest wel weer eventjes inkomen. Het was natuurlijk best wel een tijdje geleden, maar seizoen 4 ben ik dus nu mee begonnen, dus ik ben wel benieuwd. En dat was het eigenlijk ook wel. Verder niet heel veel bijzonders. Ja, Flikken, laatste aflevering van seizoen 9 gehad. Ik ga nu aan seizoen 10 beginnen, wat tevens ook de laatste is. Het boek is bijna uit. Uiteindelijk was het toch wel een heel mooi boek, dus dat was het verder ook. Ik ga nu even stofzuigen, dan ga ik de dingen klaarzetten voor die video en dan neem ik jullie vandaag weer mee.
heb best wel veel kunnen doen. Ik heb een video op kunnen nemen. Toen stuurde Frank mij een appje of ik misschien eventjes een potje Fortnite kon spelen. Want hij had wat instellingen veranderd voor zijn Twitch-account. Dat was allemaal goedgekeurd. Nou, ik was vrij snel af. Toen heb ik geboord. Toen belde hij me van, goh, kan je nog even een potje meedoen? Ik zeg, ja, is goed. Ik maak even het boren af. Dan doe ik nog een potje mee. Toen hebben we nog een potje gedaan. Ging op zich ook wel goed. We hebben een kroontje. Frank, maar Frank heeft alle kills gemaakt hoor. Ik heb niemand geraakt. Ik heb soms echt moeite met het zien van de mensen die aankomen. Dat is wel beter als je op tv speelt. Dus ik heb dat gedaan. Dus ik heb 2 potjes Fortnite gespeeld met Frank. Ik heb zelf nog even Diamond Painting gedaan. De ct'tjes zijn geregen. Dus wat dat betreft top. De pot met drop staat weer gevuld. Dus nou, ik heb best wel veel kunnen doen. Dus ja, best productief. Ging wel lekker eigenlijk. Ik ga morgen moet nu wel echt de slaapkamer. Want ik heb nu natuurlijk allemaal van dat borstelt. Ik had er wel een handdoek onder gelegd, maar het heeft niet heel veel gedaan. Maar dan heb ik in ieder geval de gaatjes geboord. En dan gaan we dan zaterdag mee verder. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik ben wel heel benieuwd naar die saté'tjes. Ik heb er 4 gemaakt. En heb ik het rest van het vlees wat over was, heb ik in de vriezer gegooid. Maar het is voor mij lang geleden. Ik saté'tjes op heb. Ik wist natuurlijk van de barbecue het lekkers. Maar ja, dat is niet zo makkelijk als je een balkon hebt. Dus dat. Vanavond is het gewoon weer tijd voor de baby. Ik ben vol liefde en ik weet er alles van. Misschien dat ik zelf nog even voor tijd ga doen. Maar aan de ene kant ben ik ook mijn kroontje kwijt. Dat is natuurlijk ook minder leuk. Dus ik moet nog even kijken. Sowieso ga ik vanavond de foto's verder afmaken. Ik moet dus nog een paar nieuwe maken. Dat moet ik niet vergeten. Ik ga vanavond lekker verder kijken met Virgin River en Flikken. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niet zo heel veel mee doen. Ik ga eerst even wat drinken, want dat heb ik nog niet gedaan. Eventjes die dingetjes en zo. Dus even nog een beetje opruimen. Maar dat is het dan ook. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 5 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb lekker de boel openstaan. Het is echt super hard afgekoeld. Maar nou is het even kijken of het huis een beetje wil afkoelen. Want dat is vaak het probleem. Je hebt hier echt 3 dagen dat het wat koeler is. En daarna begint de warmte opnieuw. En het duurt gewoon heel lang voor de warmte je huis. Het is dus, ja, ik hoop eigenlijk dat het een beetje lukt. Ik zag hier ook een vlieg rondtarten. Dus die moet zo meteen eigenlijk ook eventjes geplet worden. Want ik ga de slaapkamer zo meteen doen. En ik heb eigenlijk niet zoveel zin dat hij daarheen vliegt. En dat hij mij komt teisteren als ik wil slapen. Gisteravond heb ik weet er alles van gekeken in de B&B vol liefde. Oeh, daar is die. Toen ben ik daarna gaan gamen met Nathalie, Frank en Tom. Weer Fortnite. Was wel even weer heel gezellig. Een paar kroontjes gewonnen. Dus dat was wel leuk. Ik heb de foto's afgemaakt. Ik heb mijn... Ik heb Nathalie nog wat boeken toegestuurd. Nathalie die wilde graag op vakantie wat hebben om te lezen. En toen zei ze van, ja, kun je mij niks aanraden? Maar ik merk gewoon dat wij qua leescategorieën niet echt op één lijn liggen. Dat we daar heel verschillend in zijn. Dus ik vond het een beetje lastig. Dus ik zei, draag zelf maar wat boeken aan. Dus die had ik even doorgestuurd. Maar dat ging niet zo heel erg makkelijk. Want dat deed het eerst niet. Toen stuurde ze straks een berichtje dat het was gelukt. Dus ik zeg, als je nog meer wil, dan moet je maar even appen. Maar ze zei, nou, dit is al 200 bladzijden. Ik ga eerst die wel lezen. Ja, voor mij, ik ben er zo doorheen door 200 bladzijden. Maar als je niet zo'n lezer bent, is dat natuurlijk best wel groot. Dus dat. Ik heb gisteravond weer gekeken naar Virgin River en daarna Flikken. Dus dat was verder ook allemaal prima. Dus ja, eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Ik ben wel weer in een heel leuk nieuw boek begonnen die ik moeilijk weg kon leggen. Dus dat was wel heel leuk. Dus ja, dat eigenlijk. Kijk eens even hoe gezellig de broekjes hier in de pot staan. Ik heb het gisteren niet laten zien, maar ik vind ze wel gezellig staan. Ik ga nu zo eventjes de slaapkamer doen. Dan ga ik jullie meenemen, eindelijk weer. Want het voelt voor mij nu heel vies aan, ook door het boren gisteren. Maar ook gewoon even lekker het bed verschonen, want het is ook gewoon, met al dat warme weer, het zweten en zo. En ik ga even een was aanzetten, dus ja. Dat ga ik nu eventjes doen, dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ik ga nu eventjes aan de gang. Thank you.
ik ben weer klaar. Goh, wat is het toch nog warm, jongens. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Ik heb het echt bloedheet. Ik kreeg een taskast op mijn teen. Dat deed ook wel een beetje zeer. Maar alles is in ieder geval weer lekker schoon. Bed is verschoond. Alles is van zijn plek af geweest. Morgen even de dingen dan een beetje veranderen. En dan vind ik het weer heel mooi geweest. Ik ben nou ook gewoon echt wel een beetje zat. De katten hebben net lekker eten gehad. Ik zet zo de droger even aan, want de was was klaar. Dus dan is hij ook weer lekker weg. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het weer gewoon, ik weet er alles van, een BNB vol liefde. Ik moet de video nog in elkaar zetten. Ik moet mijn blogpost nog schrijven, die vrij groot is. Dus kan ik mooi alvast lekker aan beginnen. Verder ga ik weer kijken naar Virgin River. En ik heb de allerlaatste van aflevering van Glad IJs. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga sowieso mijn eigen spel nog wel even doen. Ik verwacht geen Fortnite vandaag. Maar nu zometeen eerst even een beetje afkoelen. Want het zweet staat echt op mijn bovenlip. Ik vind het zo warm. Gisteren had ik trouwens wel die nagel heel kort geveld. Want er zat die scheur in. Dus die is er nou mooi uit. Want dat vond ik toch niet zo heel prettig. Dus ja, dat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder echt niks meer doen dan even bijkomen. Want ik heb het echt heel erg warm. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 6 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vanochtend al visite gehad van Nathalie, Frank en Lente. Nathalie appte mij gisteren van kunnen we morgen eventjes een koffertje komen brengen. Ze had namelijk een koffertje die zij niet meer wou. En die wilde ik wel hebben voor mijn diamond paint spullen. En ze hadden de onderzetters gehaald voor de kaarsjes. Dus die wilden ze graag komen brengen. Dus nou, dat was goed. Ze waren hierheen gekomen. En nou, eerst vond Lent het allemaal wel heel spannend. Maar al vrij snel ging ze lekker relaxed op de bank zitten in de kussentjes. En was het helemaal leuk. Nou, koffie gemaakt. Nathie wilde een sapje. We waren de speaker een beetje aan het proberen. Want Nathie vindt de speaker wel heel mooi. Maar ze zegt, ja, ik vind het gewoon heel jammer dat hij niet draadloos kan. Zeg maar. Zij zou het lekker vinden om hem dan mee te nemen in de tuin. Zij vindt het eigenlijk niet een echte speaker, omdat hij dus niet draadloos kan. Dus we zaten gewoon een beetje, joh, doe eens dit, doe eens dat. En allemaal opdrachten te geven. Dus Lente zegt op een gegeven moment, koe, koe. En toen wijzen ze naar die speaker. Dus wij, ja, kun je koe nadoen. Ik heb dit gevonden op het web voor een koe. Nou, deed hij dus niet. Nou, we hebben het echt 10 keer geprobeerd, maar er kwam geen koeiengeluid uit. Ja, kikken, kikken is het Lente toen. Nou, kikken gedaan. Toen gaf hij wel gewoon het geluid van een echte kikker, ging die laten horen. We hebben de muizenbedans gedaan. Lente is helemaal into de Julianatoren. Ze zijn 3 weken geleden naar de Julianatoren geweest en dat vond ze zo fantastisch. Dat ze helemaal into Jule de muis is. Op alles zegt ze Jule. Ze had van de week een t-shirt aangehad van de Looney Tunes. En had na zich gevraagd, wat staat erop? Ja, you. Het is alleen nog maar you. Dus ja, wel super schattig. Dus, nou, stond ze daar. De koekjes gingen op tafel. Ik had nog van die crackers. Dus daar mocht ze er 2 van. De rest had Frank opgegeten, want er zitten er 5 in. Ging ze de muizendans staan doen, zo schattig. En ik ging meedoen. Ik kan het natuurlijk helemaal niet. Het zag er waarschijnlijk heel raar uit. Maar Lente vond dat helemaal leuk. En Lente heeft helpen koffie maken. Ze mocht bij mijn moeder altijd eigenlijk al toen ze al heel klein was, mocht ze op het knopje drukken. En dat vond ze helemaal leuk. Dus ik zei, wil je op het knopje drukken voor de koffie? Ja. Kwam ze naar de keuken, steek ze de armpjes uit, mocht het erop tillen. Ging ze op het knopje drukken. Superleuk. Dus daar hebben we al even weer van genoten. En ze was helemaal aan het lachen en aan het kletsen. En Dino en de poesjes heeft ze geaaid. De muis die kreeg zelfs een kusje. Mickey die wilde helemaal tegen haar aan gaan liggen. Dat vond ze toch niet zo leuk, want dat is ze niet gewend. En Mickey is echt een kroelkat. Maar dat was echt super leuk. En toen gingen ze weer weg. En toen kreeg ik ook nog een dikke knuffel van Lente. Dus echt super lief. Dat was heel fijn. Verder heb ik gisteravond gewoon weer gekeken naar Ik weet er alles van. En oh, deze man was zo goed. Deze man die had al best wel veel in kast staan. En die had van de week gezegd, was hij al een keer spelen geweest? Toen zei hij van, nou, ik blijf nog wel even staan. Toen mocht hij dus gisteravond weer... €8.000 nam hij mee naar huis. Want hij had de finale helemaal foutloos gespeeld. Dus hij kreeg al het geld van ook de medekandidaten. Supergoed. Daarna de BNB vol liefde. Ja, wat ik van de week al zei. Toch wel jammer dat er een aantal meedoen die eigenlijk er nog niet helemaal klaar voor zijn. En
Ja, op zich was het nu wel wel weer een leuke aflevering. Toen heb ik daarna nog een afleveringetje van de Meilandjes gekeken en heb ik ondertussen mijn blogpost geschreven, de video in elkaar gezet. En toen ben ik daarna vuurtje weer even gaan kijken en de laatste Gladijs. Dus dat was het. Ik ga zo meteen even stofzuigen, want er liggen hier en daar wat koekkruimeltjes. Want Lente die had lekker dus koekje gegeten hier. Dus die zal ik zo eventjes opzuigen. Dan ga ik het plankje eventjes verder ophangen in de slaapkamer. En dan zet ik jullie dan eventjes bij, want dan ga ik ook mijn paletten mooi neerzetten. Dus dat is voor nu even de planning. Dit zijn trouwens de glazen schaaltjes. Kijk, deze dus. En hier kunnen dan de kaarsjes mooi op, want zo stonden ze ook vermeld. Dus dat staat zo prima. Ze staan een beetje scheef, maar het staat wel heel tof zo. Ik kan het koffertje wel eventjes laten zien. Die ligt hier. Kijk, dat is dit koffertje. Daar ga ik dan mijn Diamond Paint spullen in stoppen. Dus, ja, dat is ook top. Ik ga nu even stofzuigen en dan zal ik jullie er zometeen even meenemen als we weer aan de klus gaan. Dit het resultaat. Hier alle make-up paletten. De grote die ik niet kwijt kon. Kan dus prima hierin. Oh, er zitten nu hele grote haar. Er konden hier dus gewoon een aantal dubbelen. Dus dat is top.
En dan hebben we hier het plankje met mijn boeken, mijn kaars, zebra en mijn scrunchies. Dus ik ben tevreden, ik vind het top zo. Dus ook weer klaar. Zo, ik heb inmiddels alles kunnen doen wat ik wilde. Plankje hangt, de paletten staan in het rek, dus dat is allemaal top. Lekker nog even gebullet journaled. Katten hebben nu lekker gegeten. Nu ga ik soms een Ajax kijken, want die moeten ze spelen. Het is helaas niet op tv, tenminste niet de zender die ik heb. Dus ik word even een stream aanzetten. Maar op zich wel zin in, dus ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat ze winnen natuurlijk. Vanavond verder weet ik het eigenlijk nog niet. Ik ga straks sowieso douchen en ook lekker eten. Ik ga sowieso hutsen naar Rex kijken. Misschien dat er nog gevraagd wordt of ik wil gamen. Ik weet het allemaal niet. Ik ga wel even zien. Anders ga ik wel even iets opzoeken om te kijken. Nou, weer van die streepramen. Dat is toch vreselijk. Verder ga ik eventjes mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik wil eigenlijk nog even met de persbericht aan de gang. Ik ga sowieso weer naar Virgin weer verkijken. Vanavond roosgeur en botkewijn. Dat wordt het verder ook wel. Maar nu is eerst even de stream aan voor Ajax. Beetje jammer dat het niet op tv is. Had ik wel gehoopt. Maar ja, het is niet anders. Ik ben in ieder geval blij dat alle klusjes weer gedaan zijn die ik wilde doen. Het viel niet helemaal mee. Het ging niet even helemaal van een leien dakje. Maar uiteindelijk is het wel weer gelukt. Ik denk dat dat telt. En ja, ik vind het wel weer fijn. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan eventjes lekker naar Ajax kijken en relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 7 augustus. Ik zit eventjes op de bank. Ik ga zometeen even de groenten afhalen als ik heb stofgezogen en de bakken heb geschept. Dan wil ik even diamond painten. Daar zal ik jullie eventjes een update van geven, want er was naar gevraagd. Ik heb ook wat spulletjes binnengekregen voor de diamond painting, wat accessoires, die zal ik ook eventjes laten zien. Het is gisteravond nog bezorgd. En ik ga even foto's maken en dat is het ook. Nou, gisteravond ben ik begonnen, of eigenlijk einde van de middag al begonnen met het kijken naar Ajax. Ik vond het niet al te best. Ging niet echt lekker van start. Uiteindelijk hebben we wel gewonnen met 2-3. Dus de 3 punten waren voor Ajax. Maar ik moet zeggen, ik vind het nog niet al te best. Dus ik zat wel eventjes een paar keer flink te balen. Maar oké, we hebben uiteindelijk gewonnen. Dat was wel lekker. Verder heb ik Hudson en Rex gekeken. Was ook wel een hele interessante aflevering. En heb ik gegamed met Nathalie en Frank. We zaten Fortnite te doen. Dat was wel weer heel leuk. We zaten gewoon lekker te gamen. En ja... we hebben aardig wat potjes gedaan, we hadden aardig wat kroontjes gewonnen, dus ging wel lekker. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten en heb ik Virgin weer even gekeken. En daarna roosgeur en wat kalijm, maar dat was het ook wel. Toen heb ik lekker mijn boek gelezen, ik ben met zo'n leuk boek bezig. Dus ja, dat was het ook eigenlijk allemaal wel. Nou, ik ga nu eventjes die dingetjes doen en dan zal ik jullie straks eventjes een update geven over de diamond painting. En ik laat uiteraard even de foto's kunnen zien. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik geniet nog even van het windje buiten. Want het is nu nog lekker aan het waaien. Aangezien ik weet dat het vanaf dinsdag weer erg warm wordt. Is het wel lekker dat het nu nog eventjes een beetje door kan luchten. Ik ruik alleen aan brandlucht. Die komt van buiten af. Buiten is iemand wat aan het verbranden, lijkt het. En dat komt nu mijn huis binnen. Dat is iets minder fijn. Maar goed. Ik ga eventjes aan de gang en laat ik jullie straks even de dingen zien. Nou, ik heb hier dus even het doosje gekomen staan waar de accessoires in zaten. Dit is het pakketje. Ik ga hem even openmaken. Het is echt best wel veel wat erbij zit. Ik heb even alles eruit gehaald. Ik heb hier allereerst 3 klemmetjes, die kun je, van die gripjes, die kun je om je diamond paint pen heen doen, zodat je een fijnere grip hebt. Daar krijg je allereerst 3 van. Dan heb ik hier klemmetjes. En ik heb het idee dat je deze vast kunt klemmen, bijvoorbeeld om je diamond painting recht te houden. Dus je zou hem eventueel om je lightpad heen kunnen doen. En dan krijg je een aantal bakjes. Ik zei trouwens dat er 3 bij zaten, maar ik heb hier wel 5 gripjes. Er zaten er hier nog 2 in.
Dan hebben we hier een heel groot bakje voor diamond paint steentjes. Je zit ook een klemmetje aan, dus je kunt ze ook ergens aan vastklemmen. Dan krijg je nog twee gewone bakjes erbij. En dan heb je dit bakje. En hier zit een openingetje in. En dan kun je dus heel makkelijk de steentjes terug in het bakje doen die je niet meer nodig hebt. We krijgen nog een aantal van die blaadjes of stickertjes om op je bakje te plakken. Dan hebben we ook een aantal wax dingetjes erbij zitten. 12 stuks. Dan heb ik hier, kijk hoor, 2 pincetjes. Die kun je dus gebruiken om je steentje recht te leggen. Er zit ook een lepeltje bij, maar het lepeltje, 1 lepeltje daarvan is gebroken. Zie ik. Daar kan ik nog even een mailtje over sturen dat die niet heel was. Kijk, 2 lepeltjes waarvan er dus eentje gebroken is. Dan hebben we hier een bakje met voor steentjes, krijg je erbij. Dan hebben we hier ook nog een aantal stickertjes. Die kun je er dus ook op plakken. Die zijn al genummerd. Dan hebben we hier nog een vrij grote etui. Waar je wat spullen in kunt doen ook. Dan krijgen we een aantal pennetjes. Er zit... Oh, het tijgertje gaat er even af. Een gewone waxpen in. Maar je krijgt ook deze. Daar kun je dus ook wax in doen. En dan kun je dus meerdere steentjes tegelijk plaatsen. Deze is dan weer net iets kleiner. Deze is dan echt heel klein. Dan hebben we hier 2 schrapertjes. En hiermee kun je dus ook heel makkelijk de steentjes recht leggen in je bakje. En dan hebben we deze. En dit is een roller. En daar kun je dus je diamond paint steentjes mee recht leggen. Ik wil nu even wat dingen gaan uitproberen om te kijken of dat het werkt. Dit is de vordering tot nu toe. Ik ben dus op dit moment zo ver. Ik heb nu de onderkant redelijk staan. Dus dit is voor nu de vordering. Ik wil nu dit stuk, dat hij even echt helemaal recht gaat worden, gaan doen. Dus het leek me leuk om eventjes wat te gaan proberen. Dus eventjes kijken. Ik moet nu met wat... Even kijken hoor. Met de letter A gaan werken. Zie ik. Kijk hoor. Dat is deze. Nou, dan ga ik dus dit bakje voor pakken. En dan ga ik gewoon wat steentjes erin doen. Zo. En dan pakken we dus zo'n schrapertje. En als het goed is, kun je de steentjes dan recht leggen. Kijk, ze zitten nu ook al veel beter hierin. Zo, dus nu liggen ze eigenlijk allemaal helemaal goed. Dus ik ga nu een stukje doen en dan... Ja, ik vind dit bakje wel heel handig, want die heeft net iets betere, is iets groter dan het bakje wat bij deze painting zat. Dus ja, ik ga het nu even een stukje doen, dan zal ik straks weer eventjes laten zien hoe het er dan uitziet. Nou, ik heb dus nu een flink stukje wel weer gedaan, dus nu wil ik eventjes ook de steentjes gelijk gaan rollen om te kijken of dit werkt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Er zit hier gewoon een kattennagel op. Gewoon een rolletje. Dus we gaan gewoon gelijk even.
En dan ben ik vandaag tot dit gekomen. Ik heb hier een flink stuk verder gegaan. Hier heel veel. Dit moet allemaal weer met de A, maar ik heb nu ook heel veel met de K gewerkt. Dus ja, ik wil gewoon eigenlijk proberen gewoon dit stuk recht af te maken. Maar goed, daar ben ik nog wel even zoek mee. Dus daar ga ik van de week ook wel weer eventjes mee verder. Maar dat ik hem gewoon eigenlijk, zeg maar tot deze rij, dat ik hem dan eventjes recht kan maken. Maar tot nu toe ziet hij er dus zo uit. Maar zoals je ziet ben ik er nog wel even een tijdje zoek mee. Nou, fotospullen. Ik heb je allereerst een Calligraphie Pro Precisie matte liner in een waterproof variant. Dan heb ik hier heel veel lipliners. En dat zijn de Soft Precisie Lip Pencils. En die horen dus allemaal bij een lipstick. En ja, die ga ik dus in combinatie met de lipstick testen. Dus deze, dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En hier de drie oogschaduwtjes van de Powerpuff Girls. Hier komt nog een aparte video over online. Buttercup, Bubbles en Blossom. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Dus dan is dat ook weer gedaan. Inmiddels heb ik hier draadjesvlees in de pan. Dat nu aan het sudderen is. Dus dat is ook wel weer lekker. Nou, ik ben klaar. De foto's maken ging echt helemaal niet fijn vandaag. Het tijgertje was super vervelend. Het wilde even niet zoals ik het wilde. Dus misschien dat ik het vanavond nog even doe. Ik ben er nu gewoon mee gestopt. Want ik heb echt eventjes geen zin meer. Het was warm. Hun liepen steeds in de weg. Het wilde gewoon even niet zoals ik het wilde. Dus ik, misschien dat ik vanavond nog even die laatste foto maak. Dan ben ik weer tot rust gekomen. Dan kan ik dat nog even doen. Ik heb zelfs niet geïmporteerd. Want ik heb net een boel pas opgeruimd. Voor zover dat kon. Maar ik was er gewoon even klaar mee. Draadjesvlees zit lekker in de pan. Dat is nu lekker aan het sudderen. Ik ga straks even dat mailtje sturen over dat lepeltje wat gebroken is. Ik wil er in ieder geval een melding van maken. Ik ga zo even lekker relaxen. Ga ik straks douchen en dus eten. Vanavond, ja ik weet eigenlijk nog niet. Ik heb nog wel een Chateau Meiland die ik kan kijken. Ik ga denk ik gewoon wat dingen terugkijken. Ik ga sowieso eventjes Animal Crossing doen. Ik ga mijn nagels doen. Ik moet foto's bewerken. Ik wil eigenlijk nog voor een blogpost aan de gang. Ik wil weer te veel. Mijn hoofd is weer druk. En ik ga sowieso wel weer kijken naar Virgin River. En daarna heb ik weer flikken. Dus dat wordt het verder ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik voel me nu eventjes een beetje gestrest. En eventjes, ja. Gewoon eventjes. Ik baalde gewoon een beetje van dat het niet zo lekker ging. Ik ga ook mijn batterij opladen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 8 augustus. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag Internationale Kattendag, las ik. Dus ik ga ze straks wel eventjes een snoepje geven. Dat is wel eventjes lekker. Ik heb gisteravond, dat is een programma op SBS6. Boeren, Bijbels en Beauty. Dat ben ik eens gaan kijken. Dat speelt zich af in Spakenburg. Ik vond het zo wel grappig. Ik dacht, nou, eens even kijken of het wat is. Dus dat heb ik gekeken. Daarna eventjes een afleveringetje van Chateau Meiland. Ik ben nu al bijna bij. Dus ja, dan stop ik ook met kijken. Maar volgens mij is deze week ook de laatste week. Want volgende week beginnen de mannen van VI. Het rundvlees was echt super, super lekker gisteren. Dus dat heb ik wel weer van genoten. Ja, het is vandaag ook het laatste dagje dat het nog een beetje te doen is qua temperatuur. Want het wordt vanaf morgen alweer super warm. Dus ik geniet er nog eventjes van. Verder heb ik gisteravond mijn foto's bewerkt. Ik heb nog wat boeken binnengehaald. Gaat het, muis? Muis! Wat ben je aan het doen? Ze zijn een beetje druk. Dus dat, toen heb ik Virgin weer even gekeken. Wat wel spannend eindigde ook weer. En daarna flikken. Dus dat was het ook. Ik ben in een nieuw boek begonnen. Ik heb mijn nagels gedaan. Deze. Ik zal even het lakje pakken. Want die ligt nog in de slaapkamer. Ik moet zeggen, ik ben er niet heel erg kapot van. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind hem eigenlijk voor het mooie gewoon te licht. Maar ja. Het is een Morden Nude nagellakje. Dat is deze. En deze heeft dus de kleur 02 Pearly Ballerina. Maar ik vind hem dus vrij licht. Want als je heel goed kijkt, zie je mijn eigen nagelrand doorheen komen. Ik vind een beetje dekking wel meer leuker. Ik heb er nu ook drie laagjes op zitten, maar goed. Ik ga zo de boel lekker doen. Het waait nu lekker door. Dus ik ga de kattenbakken doen. Ik ga de douche doen en de gang. Straks even de katten wat lekkers geven. En ik moet even een wasje op
vouwen. Ik heb niet zo heel veel was, dus ik ga nu geen was draaien. Dat zal van de week ook niet gebeuren, want net die hitte zit je daar niet echt op te wachten. Want ik moet echt de spuigaten uitlopen dat het niet meer anders is. Maar anders liever niet. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang. Nou, poesjes voor internationale poesjedag. Snoepjes. Dat is lekker. We kunnen wel gelijk nieuwe snoepjes proberen, want ik weet niet of jullie die lekker vinden. Zo, nog allemaal eentje en dan is het klaar. Jij ook. Fijne internationale poesjedag, vriendjes. Gegeten, hè? Lekker, lekker snoepje gehad. Zo, ik ben klaar. Alles is schoon. Ik heb de badkamer helemaal schoongemaakt. Ook eventjes helemaal met de tegeltjes. Had ik zo'n losse twijfel gepakt. Ben ik helemaal tot bovenaan toe gegaan. Dus die zijn ook lekker schoon. Ik heb hem helemaal ingespreid. Die spray begon trouwens wel een beetje op mijn adem te slaan. De gang is lekker schoon, kattenbakken zijn schoon, de was is erop gevouwen, dus ook altijd wel prettig. Ik had weer veel, ik heb nou een hele hoop wat naar boven moeten, maar dat doe ik van de week wel. Ik heb nou echt geen zin meer. Dus ja, toch nog wel druk geweest. De katten hebben lekker een snoepje gehad. Volgens mij viel die wel in de smaak. Ik had die geloof ik bij de Lidl gekocht. Want ik had niet echt snoepjes meer. Dus die, maar volgens mij vonden ze hem wel lekker. Ik ga zo even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten maken. Vanavond is het gewoon weer tijd voor Ik Weet Er Alles Van en de BNB Vol Liefde. Misschien dat ik daarna nog iets ga terugkijken of zo. Dat weet ik nog niet, maar ik moet nog even kijken. Ik moet een extra video in elkaar zetten voor morgen. Mijn blogpost moet geschreven worden. Daarna ga ik lekker Virgin weer verkijken en weer flikken. En ik ga nog even genieten van het koele weer zoals het nu koel blijft. Want vanaf morgen wordt het volgens mij echt bloedheet. Dus... dat ga ik nog eventjes doen. Ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik had trouwens wel een mailtje terug van dat bedrijf van dat kapotte dingetje bij het Diamond Paint setje. En ik zou een nieuwe opgestuurd krijgen, dus ik wacht dat eventjes af. Maar goed, nu lekker even relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 9 augustus. We hebben echt verschrikkelijk licht, maar dat komt, de boel zit dicht, want het is heet. Dus, ik heb de boel maar even dicht gelaten, maar het licht is dus niet fantastisch. Er komt wat licht binnen vanwege de deur die open staat, zodat we iets licht hebben. Misschien kan ik even de lamp aan doen. Ik denk dat dat beter is. Even kijken. Deze. Ja, ze hebben toch iets meer licht. Ik heb gisteravond eigenlijk mijn programma's gekeken. Ik weet er alles van, de BNB Vol Liefde. Daarna ging ik even op social media en toen las ik dat Olivia Newton-John was overleden. Daar schrok ik nogal van. Ik wist wel dat zij ziek was, maar ik dacht eigenlijk dat de ziekte stil stond.
Wat ik toen een keer heb begrepen, maar blijkbaar was dit toch niet helemaal het geval, omdat ja, uiteindelijk is ze daar toch wel aan overleden. Ze heeft in totaal 3 keer borstkanker gehad, al een keer in de jaren 90. Toen is ze in 2013 een keer teruggekomen met uitzaaiingen naar de schouder en toen in 2017 weer met uitzaaiingen naar de rug. 73, dus ook niet super oud, maar ja, het is toch wel weer, ik bedoel Grease, hè? Ik ken haar voornamelijk uit Grease en ik weet niet hoe vaak ik die film heb gezien, maar dus wel heel vaak. Ik heb mijn moeder heel vaak gezien en alleen als die dan weer eens op tv was en er was eigenlijk niet zoveel anders wat ik wilde kijken, dan ga ik wel weer een keer naar Grease kijken, want ja, die heb ik toch wel heel veel gezien. Ik kende ook wel van het nummer Physical, daar heeft ze later nog een keer mee in Glee gezeten, waar ze dat nummer dan samen deed met een van de leraren. Ja. Ik vond het toch wel een beetje schokkend, maar ja, zo gaan die dingen soms, hè. Ik was zondagavond trouwens nog wel heel erg boos, want er kwam in het nieuws dat ze bij een duifje een roze hoedje op het hoofdje hadden geplakt met lijm. En ik was daar zo kwaad over. Ik dacht echt van, wat bezielt deze mensen? Nee, ik was echt wel heel erg boos. Ik ben dan in alle staten en vind het dan ook heel moeilijk om mijn boosheid kwijt te raken. Omdat ik denk van, blijf van dieren af. Plak lekker een hoedje op je eigen hoofd. Weet je, als je in zo'n domme bui bent. Maar blijf van dieren af. Dus uiteindelijk hebben ze dat hoedje wel kunnen verwijderen. Maar je weet natuurlijk niet wat lijm voor schade aanricht bij zo'n beestje. En je weet ook niet wat voor lijm er gebruikt is. Maar ik vond het zo zielig. Ik was echt heel erg boos. Ik heb gisteravond de video in elkaar gezet, die is inmiddels online gekomen. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik ben bezig met de nieuwe artikelen voor Catrice. Daar de preview van online te krijgen, maar dat is altijd best wel veel werk. Dus dat ben ik ook wel mee bezig. Dat is alweer de nieuwe collectie dan voor de herfst, winter. En ik heb er van Essence ook al binnengekregen in mijn mails. Dus daar moet ik ook nog wat mee doen. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken, Virgin River. En daarna had ik flikken. Dus dat was het ook wel. Ik ga nu even stofzuigen. En dan ga ik even de kattenbakken scheppen. En dan ga ik nog even Diamond painten. Want ik heb nog niet gehoord hoe laat mijn coach er is. Want het is vandaag gewoon weer boodschappendag. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan hoor ik het straks wel. Dus ja, ik neem jullie straks wel even mee naar de winkel. En dan ga ik nu gewoon even mijn dingetjes doen. Doen. Wat was het warm, maar ja, dat wisten we al. Ik las straks al dat de film Grease morgen op tv komt. Nou ja, de boodschappen ga ik even laten zien. Ik heb allereerst 2 flessen met spa rood. Ik noem het altijd spa rood, maar bruiswater. Ik vind dat met dit weer wel lekker. 2 zakken met kattenvoer. Kimpie was in de aanbieding, dus ik heb weer de sinaasappel meegenomen. En die andere kom ik straks wel wat tegen. Ik ga donderdag naar Duitsland toe. Daar heb ik even een blikje cola ook meegenomen, 2. Ik wil toch wel wat drinken meenemen. En ja, ik neem ook sowieso een fles met water of aanmaak mee, maar dan heb ik gewoon even iets meer. Shawarma reepjes voor zondag. Dan heb ik hier nog haricot vers en ook nog spekjes. Pak chocomel. Pak je frikandellen. Een kipfiletje. Frietjes.
En aardappelschijfjes. Bonen. Mijn opschuimmelk. Ik heb bij de Lidl een flesje met sun lotion meegenomen met een SPF 50. Want aangezien mijn lichte huid onwijs verbrand en ik eigenlijk geen zonnebrand heb, heb ik dit maar meegenomen. Want het is niet eens zo heel duur. Slavinken, wat ruikt niet ook te knipperen. Bosvruchten. Padvoer. Rosti rondjes. En nog eventjes watjes heb ik meegenomen. Dan ben ik even bij de Zeeman geweest. Daar heb ik een bakje meegenomen voor de hagelslag. Want mijn hagelslag die vindt overal in. Ik heb even wat dingetjes gehaald. Ik heb hier een t-shirtje. Dat ga ik ook allemaal morgen gelijk even wassen. Dan heb ik wat hemdjes meegenomen. Deze. Deze, want ja, het wordt de komende dagen hartstikke warm. Maar ik zit eigenlijk niet echt heel breed in de hemdjes. Deze. Deze. En nog een leuk jurkje kwam ik tegen. En dat is deze. Maar dit ga ik dus morgen allemaal eventjes wassen. Dus dat zijn even alle dingetjes die ik heb gehaald. Ik ga zo even lekker opruimen. Dan ga ik eventjes wat drinken en nog even lekker relaxen. Dan straks douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor de BB Vol Liefde en ik weet er alles van. Misschien nog een tropenjaar, die heb ik gisteren nog gekeken, maar dan moet ik even kijken. Sowieso wil ik de vlog afmaken, foto's bewerken. Nog even verder misschien met die blogpost, die extra blogpost. Ik heb zelfs vanmiddag nog 2 video's opgenomen. En Diamond Painting gedaan. Is best druk geweest. Dus dat. En vanavond is tijd voor Virgin River en Flikken. Dus dat is het. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!